Ah, ik lieg eruit. De mol in mijn liggen gaat, hè. Of ben te eerlijk geweest. Gilles, jouw bod van 0 euro. Spijt van? Nee, ik zal het morgen terug opnieuw doen. Heb je het ook gezegd in Duitsland? Ja, en op vooraf ook. Vooraf heb ik mij ook voorgenomen. Ja. Sowieso niet starten in mineur. Ja. Wat zal u het meest bijblijven van dit korte avontuur? Het begin van het spel. Op de rots, je starter. Je weet, ik ben hier los als eerste. Je weet ook dan waarom dat je als eerste lossen. En het spel begint en dat is een rush dat door je lijf gaat. Je begint er aan dat spel, gelijk een kiekje zonder kop, gedoemer weg. Die andere breed nog niet door. Dus dat is zo'n belevenis. Ja, echt ja. Waanzin. Nou, aflevering 1 eruit, hoe heb je dat verwerkt? Je probeert er vrij snel bij neer te leggen. Je wilt daar, aflevering 1, iedereen zegt dan ook, Gilles, je kunt er niet aan doen, dat is echt gewoon brute pech. En je probeert dat ook zo wat te verwerken van, Gilles, lot, het is gewoon pech, niks meer om te doen. Je gaat ook niet meer terug, ga naar huis en probeert er zo mee om te gaan. Dat heb ik dan ook proberen te doen. Ja. Hoe was het om jezelf op televisie te zien? Dat was verschieten. Vooral, ik verschoot echt. Want er zat iemand naast mij, een maat, en ik wou deze reactie zien of film. Ik was echt gewoon perplex. Ik kon niks zeggen. Ik was echt zo aan het zien. En, ja, de mond valt aan. Gilles is dus niet de mol. Wie ik denk dat het wel is, dat lees je op kw.be. Mol. Tot volgende week. Beste kijkers van De Mol en lezers van de krant van West-Vlaanderen, hopelijk hebben jullie genoten van de eerste aflevering. Er komt nog heel veel meer richting uit. Ik wens jullie een super seizoen en laat me weten wie je verdacht is en wie niet. Bye bye. Krant van West-Vlaanderen, leef met je mee.